Mijn naam is Lars Seurensen. Je kijkt naar Seven Ditches. Dit pak is van Good Vibrations en we zijn hier in de Smet-studio. Deze uitzending zit vol met reclame. En niet omdat ik die reclame maak, maar omdat ik ga praten met de baas van de sterreclame hier in Nederland. We zijn gedoken in de timeline van Arjan Buurman. Fijn dat je onze gast wilde zijn hier vandaag. Dank voor de uitnodiging. Twitter, doe je er veel mee? Wat is veel? Ik doe er wel wat mee. Ik vind het een fascinerend medium. Leuk, hè? Heel leuk. Maak je wel eens reclame op Twitter? Nee, dat doe ik niet. Laten we even kijken. Ik heb je Twitter-profiel. Wel met Twitter, maar misschien komen we er straks op. Met Twitter, oké. Okay. Dit is wat jij doet. En eigenlijk is de volgende tweet is eigenlijk veel leuker om daar direct naartoe te gaan. Want hier staat natuurlijk gewoon vooral, ja, je bent directeur. Maar hier kwam ik er een aantal van tegen. De morning stats. Ja. Dat doe je dan als hardlopen of ben je dan je hond aan het uitlaten? Nee, dan ben ik aan het hardlopen, een rondje aan het hardlopen. Ja. Dat is een goed begin van de dag. Dat is een heel fijn begin van de dag. Ja. Dat kan eigenlijk niet beter. Het moment van die wekker is even soms minder, maar eigenlijk, zodra je buiten staat, heb je al geen spijt meer. Directeur van de Ster, is dat een druk beroep? Ja, wat is druk? Ik heb een gezond, druk, vol leven. Maar het is erg de moeite waard. Ja, want wat is de grote uitdaging? Waarom sta jij op? Heb je de energie om dit te gaan doen en je dan naar je werk te gaan? Wat maakt het zo gaaf? Waarom ik ren of waarom ik naar mijn werk ga? Nou ja, allebei. Ja, ik denk, stel even twee vragen door één. Kijk hoe je daarmee omgaat. Ik heb meteen door. waarom ik ben gaan rennen, dat was heel praktisch. Ik vond echt dat ik moest gaan sporten. En in een druk bestaan wat ik heb, is het best lastig om dan iets reguliers 's avonds te doen. Want je hebt 's avonds ook vaak verplichtingen. Dus ik dacht, ik ga hardlopen. En dat ben ik denk ik een jaar of 7 begonnen. Heb ik langzaam opgebouwd. En inmiddels zit het in mijn dagelijks leven. En ik heb zelfs eind vorig jaar de New York Marathon gelopen. Dus hartstikke leuk. Diep respect. Ja? Mooi. Bij welke brug had jij het moeilijkst? Queensboro. Zitten er nog wel een paar in. Je hebt er een paar, ja. Ja, voor je te weten hebben we het alleen nog maar over de marathon. Ja. Een aantal tweets heb ik uit je timeline gevist. En aan de hand van die tweets gaan wij ons gesprek induiken. Tweet 1, dan gaan we erop knallen. Innovatie in de media-industrie is heel hard nodig. Dat al dus Ruud Hendricks TV. Jij hebt dat doorgestuurd. Ben je het eens met Ruud? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik denk dat het is fantastisch, denk ik, om in de media-industrie te mogen werken in dit tijdperk. Er zijn ongelooflijk veel ontwikkelingen gaande. Ik denk technologisch gebeurt er heel veel, maar ook door die technologie en door het ontsluiten van die technologie op hele mooie, fantastische apparaten, mooie devices, wordt het ook voor de consument allemaal veel makkelijker om zelf keuzes te maken. Ja, en dat vraagt wel iets van mediabedrijven om daar op te anticiperen. En net zoals heel veel bedrijven verzwikken wij daar ook onze hersens over. Ja, want wat is er zo moeilijk aan? Of waarom is het moeilijk om de innovatie aan te gaan? Nou, ik denk dat het, dat het altijd moeilijk is. Want mensen koesteren natuurlijk graag wat er is. En dat moet je ook doen. En dat doen wij ook, want wij doen dagelijks, verkopen wij de zendtijd rondom die prachtige programma's van de publieke omroep, op televisie, radio en ook online. Maar datgene wat vandaag heel goed gaat, is natuurlijk niet de garantie dat het over 10 jaar nog steeds goed gaat. En ik vind dat je wel de verplichting hebt om na te denken, hoe zorg je dan dat je nog steeds in staat bent om dat kijk, luister en online bereik te gaan verzilveren. Ja. En we zien allemaal dat wat er op radio en televisie wordt natuurlijk nog steeds ongelooflijk veel lineair televisie gekeken en lineair radio geluisterd. Maar er komt heel veel digitaal bij. En dat is veel versnipperder en dat is ook veel, ook heel erg gevarieerd. Dus het is ook veel lastiger om daar natuurlijk de juiste businessmodellen voor te ontwikkelen. Maar het is ook heel leuk. Want hoe werkt dat? Sturen jullie dat aan? Hè? Of komt dat vanuit het publiek om? We hebben nou een websiteje, dat gaat wel aardig. We hebben bijvoorbeeld uitzendingen gemist. Ik kan me herinneren. Websiteje. Ik zeg het expres even zo. Toen ik daar in het begin keek, uitzending gemist. Kon je gewoon de uitzending kijken. Inmiddels is daar ook reclame voor gekomen. Zeker. Maar hoe werkt dat? Wie initieert eigenlijk die wie ontsluit nieuwe mogelijkheden? Kijk, in principe, wij zijn opgericht als onafhankelijke stichting om kijk, luister en online bereik te verzilveren. De publieke omroep is opgericht om hele mooie programma's te maken en een bepaalde boodschap daarmee aan iedereen, iedere doelgroep in de samenleving te bieden. De publieke omroep is niet opgericht om geld te verdienen, om reclame te genereren. Maar daar zijn wij wel voor. Dus je hebt daar een samenwerking nodig. En die samenwerking die zoeken we uiteraard op. En we zijn met elkaar continu in gesprek om te kijken op wat voor manier je die nieuwe ontwikkelingen daarin mee moet nemen. En daarin zijn we natuurlijk wel gedeeltelijk volgend, of eigenlijk voornamelijk volgend. Maar op het moment dat wij een kans zien, proberen wij die wel natuurlijk met hen te verkennen. En kijkend of dat binnen de mediawet past.
zodat wij onze klanten daarin weer kunnen servicen. Want die verwachten dat ook van ons. Jij klopt dan aan bij de NPO en zegt, joh, ja, dat website, hè, misschien kan daar ook wel reclame misschien voor. Misschien kunnen we daar wel reclame. En sterker nog, ik denk dat we dat moeten doen. Want volgens mij staat het eigenlijk in onze taakopdracht. Maar ja, we moeten het daar eens over hebben. Ja. Zo waren wij inderdaad ooit de eerste met pre-rolls bij Uitzending Gemist. Dat klopt. Ja. En inmiddels is dat, ja, zijn mensen er ook aan gewend. Zit daar ook nog een innovatie, een next step in? Wat ga ik verwachten? Ongetwijfeld. Alleen als je mij vraagt hoe ziet het er precies uit, heb ik dat antwoord niet pas klaar. En dat is denk ik ook het interessante van deze tijd. Dat je aan het onderzoeken bent en kleine stapjes doet. En soms doe je twee stappen vooruit en weer eentje terug. En soms doe je een heel klein stapje en zijn drie baby steps blijken een grote te zijn. Maar dat maakt het ook wel heel erg leuk. Ja. We gaan naar de volgende tweet kijken. Okay. Die daar ook een beetje over gaat. Want in 5 jaar staat mobile in het centrum van het medialandschap. Volgens, ik ken die Twitternaam even niet. Moet je hem even hebben. Teeriki. Ja, Teeriki, ja. Ja, dus mobiel wordt daarin nog belangrijker. Uitzending Gemist is ook mobiel te benaderen. Maar überhaupt die omslag van het lineair tv kijken, zoals jij net al zei, naar mobiel. Ja. Nou, er zijn denk ik twee ontwikkelingen. Maar de basisontwikkeling is dat naast het lineaire kijken, wat massief is op dit moment nog. En ook nog niet, we hebben nog niet echt een trend zien we dat minder massief zou worden. Maar goed, er komt wel heel veel bij. En ik geloof dat er nog steeds geen verzadiging is in de audiovisuele consumptie. Juist omdat die devices zo goed zijn. En voorheen keek je dan, het begon met Uitzending Gemist op je desktop. Beetje scharrig scherm, een beetje korrelig nog, was niet al te best. Ligt ook aan de computer hoor. Kon je, ja, maar zeker in het begin was dat zo. Ja, en toen kon je je niet voorstellen dat je voetbal ooit anders... Op je pc zou kijken, ja. En nu zie je dat natuurlijk een iPad of een tablet van dusdanige kwaliteit is dat je daar prima op televisie kan kijken of audiovisuele content kunt kijken. En de stap naar mobiel neemt ook nog een snellere vlucht. En de penetratie van mobiele toestellen is natuurlijk extreem en die gaat ook nog veel harder. Dus er komt een heel groot bereik nog bij. En ik denk dat iedereen aan het nadenken is, en dat was ik met deze meneer eens, dat het zoeken naar de mogelijkheid hoe dat dan op dat relatief kleine scherm gebeurt, want ja, alles wordt toch ook gevisualiseerd, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Hoe ga je daar dan uiteindelijk nog en zorgen dat je je bereik haalt en dat die relevante content bij de juiste doelgroep komt, en hoe zorg je dat je er ook nog liefst relevante reclame opvoert. Want is dat voor jullie ook niet veel ingewikkelder geworden? Ik bedoel, was vrij duidelijk volgens mij. We hebben zoveel kanalen, we hebben zoveel reclametijd. En je weet precies, het wordt een heel ergens op een bandje ingestart. Al die verschillende devices, verschillende resoluties. Hoe manage je dat? Nou, dat is learning by doing, denk ik. Ja, dat is, ik denk dat dat wel op dit moment in de hele industrie gaande is. Maar er wordt wel, er zijn quick learners en er zijn gemiddelde learners. En wij proberen daar ook onze rol in te vinden. En dat is heel boeiend. Laten we de slow learners niet, we willen niemand beledigen. Maar wie zijn quick learners? Wie zegt, dat zijn partijen die hebben dat in hun DNA zitten? Nou, ik denk dat als je kijkt naar het landschap was eerst heel overzichtelijk. Je had natuurlijk wel, als je het hebt over onze concurrenten, we hadden natuurlijk RTL en SBS en 538 en Sky Radio. Nou, dat was dan binnen de categorie. En dan had je natuurlijk ook nog de grote, als je het hebt over advertentiegeld, de grote print. Uitgevers. En je ziet dat door de ontwikkeling van nieuwe devices, door de ontwikkeling van social media als gevolg van de mogelijkheid die devices bieden, dat print een andere rol heeft gekregen, een andere functie. En je ziet dat die functie nog niet fundamenteel veranderd is op radio en televisie. Hè. Er wordt nog steeds, wat ik al eerder aangaf, 3 uur en 15 minuten televisie gekeken. Lineair, dus in het voorgeschotelde programma. En hetzelfde geldt voor radio. Maar ik denk wel dat door de komst van nieuwe partijen, het is een beetje idioot om tegenwoordig nog nieuw te zeggen, maar dan weet je even buitenlandse grote mediabedrijven als Google, maar onlangs Netflix, dan zie je dat er dus iets gebeurt in een markt waardoor er nieuwe spelers komen die ook op dat terrein gaan zitten, waardoor je wat minder heel duidelijk afgebakende silo's hebt die een medium en een bereik aanbieden, maar dat veel meer door elkaar gaat lopen. Is dat een bedreiging voor de ster? En tegelijkertijd ook een kans. Want? Een bedreiging in die zin. Kijk, er is altijd, ik noem altijd concurrenten zijn, geeft je lust en geeft je last. Het is natuurlijk, de last is dat je gewoon met elkaar de ring in moet om die reclame-euro. Maar goed, dat spel kunnen we denk ik relatief goed spelen. Want volgend jaar vieren we ons 50-jarig jubileum.
En ondanks al die veranderingen in het medialandschap is Ster in staat om substantieel geld te kunnen verdienen. Maar de lust is natuurlijk dat je zorgt dat je jezelf uitdaagt. Om te kijken van hoe houdt het je scherp en wat doe je, waar zorg je dat je op inspringt. Nou, iedereen weet dat de Ster natuurlijk geen non-spot advertising hebben, want dat is mediawettelijk zo afgesproken. We doen niet dit pak was van of dat zeggen we niet in een programma bij de publieke omroep. Maar het is heel erg belangrijk, denk ik, om te kijken wat er wel kan. In plaats van om te zoeken van wat mag er allemaal niet. En ik denk dat wat er wel kan, een mooi voorbeeld is Ster Extra, een second screen applicatie die we gelanceerd hebben. Waarbij we de adverteerder de mogelijkheid geven om rechtstreeks, naast de commercial die je dan on-screen ziet, om rechtstreeks die adverteerder een lijntje te laten leggen met de eindgebruiker, met die consument. En hoe mooi is het als jij die fantastische autocommercial ziet, vaak adaptatie, prachtig op een bergweggetje. En dat je dan toch het dichtbij kan halen naar de dealer om de hoek van maak dit weekend een proefrit. En de eerste 30 of 50 of 100 mensen maken kans op het hele weekend mee te nemen. Dus zo maak je een interactie die waardevol kan zijn. Ja. En hoeveel mensen maken daar dan bijvoorbeeld gebruik van, of adverteerders? Het is een optioneel iets. Ja, nou, we zijn een jaar ruim bezig. En vorig jaar hebben we iets van 250 cases gedaan. Echt over alle categorieën. Dus het is heel mooi om te zien dat je en financieel dienstverleners hebben het gedaan. En fast movers, automotive, retail. Dus dat is wel heel grappig om te zien. En dan zie je ook, dan leer je dus ook samen met je adverteerders wat voor welke categorie werkt. En we hebben ook geleerd dat winnen vaak nog beter werkt dan weggeven. Dus dat zijn altijd. Hè, dus die premium moet aantrekkelijk zijn in zijn soort. Maar ja, het geeft ook de mogelijkheid om iets unieks te krijgen. Ja. Dat is heel aantrekkelijk. Ja, dat is leuk. Volgende tweet. Ja. De voorzitter van CVDM, Toekomst van Mediatoezicht. Eigentijdse toezichthouder met flexibel oog voor wat wel kan op de nieuwe platforms. Ook een mooie uitspraak van haar. Ja. Sluit hier mooi bij aan. Madeleine de Kok-Buning, ja, die zei dit. Ja. Ja. Want, Nou, ik werd daar wel blij van, want dan gaan we hopelijk met elkaar goed kijken en ook kansrijke ontwikkelingen omarmen. En ik denk dat het daarom gaat. Ik denk dat, natuurlijk is het zo dat de Ster en de publieke omroep in dat hele speelveld misschien wat exotisch zijn, hè, in zijn soort. Dat is een gegeven, maar dat is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar innovaties en ontwikkelingen, ook op dat digitale vlak, waarbij je wel onderscheidend bent ten opzichte van de commerciële. Zoals we zijn nu ook per definitie onderscheidend. We hebben heel veel minder zendtijd, we doen geen non-spot. Maar dat ontslaat ons er niet van om wel innovaties te doen en om niet heel conservatief te zijn en je ogen te sluiten voor wat er gebeurt. En dit sprak mij wel aan. Want over het algemeen, als iets nieuw is, dan vinden mensen dat soms ook een beetje eng. En dan is het ook van, kan dat allemaal wel? Mag het allemaal wel? Moet je dat wel willen? Ja. En ik denk dat je het wel moet willen. Met respect voor de kijker, met respect voor de mediawettelijke kaders. Maar wel mediawettelijke kaders die ook de digitale toets kunnen doorstaan. Want de mediawet is natuurlijk van oorsprong heel erg analoog ingericht. Maar zegt dit ook dat er op den duur, op termijn, ruimte zal moeten ontstaan voor de Ster om ook meer kanten op de weg? Moeten jullie meer ruimte krijgen eigenlijk? Want je zegt zelf, die dingen die jij net noemt, die maken ons wel bijzonder. Minder zendtijd en geen non-spot. Ik kan me voorstellen dat het voor een adverteerder gewoon klinkt als drempels. Als remming. Ja, als remming, maar ook weer, dat is het duale. Ook als kans, want het maakt ons ook uniek in een soort. Bij ons bereik je doelgroepen die je elders niet bereikt. De hoogopgeleide kapitaalkrachtige kijker kijkt voornamelijk naar de publieke zenders. Dus dat is een interessant bereik voor adverteerders om hun product of dienst onder de man te brengen. Het feit dat het ook minder reclame is, is ook een asset. Het feit dat je dat additionele bereik daar genereert, is een asset. En dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat in die context blijft bekijken. En ik denk dat het ook essentieel is dat de publieke omroep, dat die scheiding tussen redactie en commercie heel helder is. En dat is de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Van die programmering moet je ook nooit veranderen. Ik ga daar niet over, maar dat is de afspraak. En ik vind het ook een hele logische en heldere afspraak. En ik zal als directeur van Ster ook niet pleiten van, ga dat nou maar eens veranderen. Daar ben ik ook niet voor. Dan zouden ze aan hun eigen positie komen. Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te kijken, wat gebeurt er? En wat verwacht die consument? En hoe zorg je dan wel dat je ook je exploitatie binnen diezelfde afspraken mee evolueert.
En deze tijd met alle bezuinigingen vraagt er natuurlijk om, hoewel niet eenvoudig, maar ja, je moet een beetje die uitdaging met elkaar aangaan om te kijken wat kan er nou wel. En hoe doe je dat dan? Niet conservatief, wel eigentijds, binnen de kaders en toch nog onderscheidend van de commerciële. Kun je daar een concreet voorbeeld geven? Dus je gaat dat inderdaad onderzoeken met elkaar. En ik begrijp dat dat een voorzichtig pad is wat je moet gaan. Ja. Dus nou, daar ontstond wel ruimte of daar is wel een mogelijkheid. Ja, ik denk dat je kijkt, als je kijkt naar uitzending gemist, is dat natuurlijk al een mooi voorbeeld. Dat was natuurlijk eerst van, ja, moet dat dan? En moet je dan wel, want dan kiezen mensen dat en moet je daar dan wel pre-rolls voor doen? Nou, dat hebben we gedaan en dat is ook volstrekt normaal. Mensen vinden het ook tegenwoordig steeds normaler om natuurlijk toch dat er voor content überhaupt betaald wordt. Dat is dat kan je natuurlijk doen door abonnementsvormen, wat nu een beetje in opkomst is. Wat overigens ook echt bijzonder is, want dat is in een aantal jaar tijd is dat veranderd. Hè, dat denken over betalen voor content. Maar of het wordt betaald door reclame of in mengvormen daarvan, een hybride vorm, is ook nog heel erg goed denkbaar dat dat de komende jaren zich ontwikkelt. Is het gelukt om de mensen op te voeden met het besef dat reclame ook nodig is? Ja, ik denk nog beperkt. En als het erop aankomt, zeggen mensen misschien liever niet. Content moet betaald worden. Mensen werken eraan. Het is van waarde. En in die zin, staatssecretaris Dekker heeft dat ook natuurlijk in die toekomstverkenning al aangegeven. Ja, publiek gemaakte content, van publiek geld gemaakte content, is van waarde. En op het moment dat je dat dan kunt terugverdienen, dat is het systeem waar we de afgelopen 50 jaar mee hebben gewerkt. Ja, en dat werkt goed. In ieder geval, dat is toereikend. Want dat scheelt de belastingbetaler natuurlijk ook geld, als je dat voor een stukje uit de markt kunt halen. Maar dan moet je spelregels met elkaar afspreken. Maar net zo goed als en bereid zijn om te kijken of tijdens het spel precies, de spelregels exact moeten worden aangesproken. Nou ja, je ziet dat. Dat zie je bij hockey is op een gegeven moment buiten spelregel afgeschaft. Ja, je moet op een gegeven moment. Soms moet je dingen doen om het spel goed te kunnen blijven spelen. En dat geldt denk ik hier ook. Ja. Het is voortschrijdend inzicht noemen ze dat, geloof ik. Volgende tweet. Reclamegelden hinderen Google. Die heb jij geretweet. Ik was gewoon even nieuwsgierig waarom. Weet je het nog? Het is even geleden. Ja, het is even internetbedrijven verdienen minder aan de advertentiekosten dan zou moeten, zeggen analisten. Dus het is een vakgerelateerde retweet. Ja, ik heb het ook wel gelezen, maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet meer precies weet wat nou de achtergrond was. Want zien jullie Google als een collega of als een concurrent? Nou, ik zie Google als een concurrent, maar er zijn natuurlijk ook we partneren ook met ze, want dat zo werkt het natuurlijk toch. En ja, Google is denk ik voor iedereen een fascinerend bedrijf met ongelooflijk veel assets en waarden. Want ik denk dat ieders leven en ieders werk is verrijkt door Google. Maar tegelijkertijd. Je bent niet betaald om dit te zeggen, toch? Nee, maar ik denk dat er gewoon, we moeten dingen niet onder de tafel zetten. Maar het is ook. Het is ook wel misschien scary. Ik ben nooit zo van de angst. Maar het is op zich wel, laten we het fascinerend noemen. Dat er één bedrijf is wat zoveel over zoveel informatie en kracht. En daardoor mee ook over macht beschikt als Google. Dus daar moet je wel verstandig over nadenken. Wat je er wel en niet mee doet. Maar je zegt, we partneren met ze. Hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, je partnert natuurlijk in de zin dat wij bijvoorbeeld een advertising systeem. Dat hebben zij. Dat is het systeem wat gebruikt wordt in de markt. Ja, dat systeem gebruiken wij. Nou ja, dan ben je daar in ieder geval partners. Ja. Ja. En ik denk dat ook de toekomst is. Dat je steeds meer ziet dat je op het ene vlak elkaars concurrent bent en op het andere vlak met elkaar samenwerkt. Nou, dat vraagt natuurlijk wel om een flexibiliteit van geest en denken die de ene keer meer in je voordeel en de andere keer misschien wat minder in je voordeel is. Maar je bent er wel van overtuigd dat als jij proactief die samenwerking blijft opzoeken, dat er ruimte blijft voor. Ik denk, zolang we de publieke omroep hebben, zullen we de ster hebben. Maar dat die ruimte er ook blijft voor jullie als ster om je. Nou ja, ik vind het mijn taak om daar zorg voor te dragen. Uiteindelijk beslis ik dat niet. Hè? Dus in Den Haag en uiteindelijk wordt besloten of die ruimte, hoe groot die moet zijn en of je wel of niet mee moet. Maar in dit kader is nog wel aardig om even terug te grijpen. Een paar jaar geleden, dat is denk ik al wel weer 2 of 3 jaar terug, was op een gegeven moment ook een beetje iets van, moet er überhaupt wel ster op internet zijn? En moet er wel publieke omroep op internet zijn? Toen dacht ik, dat is wel. Dat is een fundamentele keuze. Als je kiest voor een publieke omroep met reclame, je kiest voor een publieke omroep die daar is waar de kijker is en de consument is, die verwacht dat. Ja, dan is er dus ook ster daar. Dat vind ik een volstrekt logisch. Want anders maak je er een soort reservaat van. Dan zet je een heel groot hek omheen. Dan zeg je, ster, doe je ding.
En dat doe je goed op radio en tv. Maar ja, dan wordt dat natuurlijk toch een beetje een museaal gebeuren. En dan is dat op een moment is de collectie wordt niet meer uitgebreid. En dan ja, is het, gaat de lol er misschien een beetje vanaf. Ja. Kan je in ieder geval niet meegroeien. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je dat wel doet. Je hebt in het Broadcast Magazine ook gezegd van de publieke omroep laat veel kansen liggen. Zou dat in die hoek zijn? Als je, van, ja, als je alleen maar narrow-minded blijft op radio, tv, je beweegt niet mee richting internet, dan laten we eigenlijk kansen liggen. Nou, het zijn twee vragen in één. Eén, de publieke omroep laat kansen liggen, was volgens mij een beetje een redactionele vrijheid van de hoofdredacteur. Wat ik daar heb gezegd is, publieke omroep heeft als taak om onafhankelijk te zijn en om maar keuzes te maken om zo goed mogelijk programma aanbod voor. Hè, dat is haar taak voor heel Nederland te verzorgen. Die is er niet op gericht om commercie te plegen. Daar zijn wij voor. En daar zit natuurlijk soms een beetje spanning op. Maar die rol die hebben wij ook. Wij zoeken van oké, hoe zorgen we dat voor de toekomst sustainable houden. Dat ster inderdaad en dat in ieder geval onze inkomstenstroom, die ruim 200 miljoen naar het ministerie voor de mediabegroting, ook in de toekomst nog, dat ik dat kan waarborgen. Ja. Nou, daar moet ik af en toe voor natuurlijk dingen agenderen en met elkaar het gesprek aangaan. En de publieke omroep, die zorgt natuurlijk voor die programma-content waarmee wij dat kunnen doen. Maar op het moment dat je zegt, we doen dat helemaal niet op het digitale stuk, ja, dan denk ik dat je een afslag mogelijk mist. En het is mijn taak om te zeggen, luister, laten we dat wel doen. Maar laat niet onverlet dat de publieke omroep natuurlijk ongelooflijk veel kansen aan het onderzoeken, verkennen en al gedaan heeft. Publieke omroep was de eerste in Nederland die met uitzending gemist kwam. Ja. En wij waren eerst met die pre-rolls en de rest heeft natuurlijk mooi gevolgd. Publieke omroep is natuurlijk heel duidelijk wel op dat terrein ook soms een kraamkamer voor de rest van de markt. En dat is ook prima. Ik wou zeggen, in het kader van wat we eerder in dit gesprek besproken, juist met, joh, het gaat veel meer mobiel, het gaat veel meer online, zou je zeggen dat alles fair, zeg maar. Ja, kijk wat de NOS bijvoorbeeld doet met online en met de evenementen. Dat is natuurlijk echt fenomenaal. Je kan echt zoveel content daar al vinden en krijgen. Wat de vervolgstap is natuurlijk van, oké, hoe zorg je dan weer voor ons, hoe we dat kunnen uitnutten? En hoe zorg je, en dat is een beetje doordenken naar de verdere toekomst, naarmate het aanbod toeneemt, en dat is natuurlijk zo, hè, even in zijn totaliteit, niet alleen van het publiek, maar het totale audiovisuele aanbod, dat gaat de komende jaren nog enorm groeien. Dus een tsunami aan content komt beschikbaar, of is al bijna beschikbaar. Nou, dan de rol van curatoren neemt dan toe, hè, het belang van curatoren, zorgen, een gidsende functie van oké, waar kan je wat vinden. Maar ook nadenken over hoe je dan die content ontsluitbaar kunt maken. Dus hoe zorg je dat je de relevante content bij de juiste doelgroep krijgt? Nou, en dan is het ook interessant om te kijken, misschien kan je ook nog wel een stap maken, maar dat is verdere toekomst, naar nog relevantere reclame. Dat is ook heel interessant om te kijken van, waarom is dat nog verdere toekomst? Waar hangt dat van af? Nou ja, dat betekent dat je nog beter moet weten. Kijk, nu, we weten al best veel. Het kijkonderzoek is heel geavanceerd en het meest geavanceerde van alle bereiksonderzoeken eigenlijk op dit moment. Maar we hebben nog wel een wens om natuurlijk nog beter en nog fijnmaziger te weten wie natuurlijk nu wat, wanneer bekijkt. En als je dat weet en je weet ook nog de wensen van zo iemand en je kan het nog beter in kaart brengen, ja, dan kan je nog minder met hagel schieten, kan je nog gerichter eigenlijk je boodschap overbrengen. Staat dat in de weg? Is dat wetgeving of techniek? Dat is wetgeving, dat is techniek. En dat zal ook nog een beetje koudwatervrees zijn. Dat is een mix van die drie. Maar goed, dat is ook, ja, dat is ook het interessante ervan. Maar reclame is natuurlijk, dat is het aardige, dat zien wij natuurlijk ook aan onze We Love portal en aan de Gouden Lookie. Reclame is heel erg leuk en wordt ook door de kijker en de consument wordt ook enorm gewaardeerd als het de persoon in kwestie aanspreekt. En wanneer spreekt het jou aan? Als je ernaar op zoek bent of als het jou informeert of als het je amuseert, ja, dan doet het iets met je en dan wil je het zelfs doortweeten of dan wil je zelfs zeggen, dat was een andere reden van welke brand het pak is. Maar goed, ja. Grapje. Maar in ieder geval, Good vibrations. Good we kunnen het nog even noemen. Het is toch wel leuk. Pak een studio Jux. Ja, nou goed, genoeg. Volgende tweet. Relatie met publiek centraal en het bestel moet geopend worden. NPO als creatieve facilitator voor makers en creativiteit. Ja, dat kwam van de Raad van Cultuur, ja. 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 Ben je het mee eens volgens mij? Als ik denk wel, ja. Waar de taak van het NPO ligt. Nou, ik vind het wel
Interessant. En dat vond ik ook wel goed. Ik vond het wel het was een interessant rapport. Maar ik moet zeggen, ik miste wel de financiële paragraaf. Want ik dacht, het is een heel mooi verhaal met een aantal enorme sterke punten erin. Maar ik dacht, ja, het moet nog wel ook betaald worden. En daar moet nog over nagedacht worden, volgens mij. Relatie met het publiek centraal vind ik heel belangrijk. En ik denk ook dat dat is natuurlijk de essentie. Maar is dat nieuw dan? Nee, maar ik heb het ook niet bedacht. Dat is in ieder geval je vertrekpunt. Dus ja, dat houden we. Dat is in ieder geval een pijler die we overeind houden. Dus dat is helder. Dat geeft in ieder geval richting. Ja. En nu zal in de verdere gesprekken waarschijnlijk ontwikkeld worden hoe dat vorm. Wie gaat dat betalen? Ja, wie dat gaat betalen, dat weet ik nog niet. Maar wij zullen daar in ieder geval voor zover wij kunnen, vinden we het een hele eervolle taak om daar zoveel mogelijk geld aan bij te dragen namens de Ster en Adverterend Nederland. Wij gaan naar de laatste tweet. Die draagt daar misschien zelfs ook nog aan bij. Tenminste, de Ster onderzoekt de mogelijkheden van Super Bowl blok tijdens de rust van de WK-wedstrijd Nederland-Spanje op 13 juni. Dat klopt. Nou, dan hebben we 18 maart, zie ik daar staan, als ik zonder bril goed kijk. En dat is... we hebben het onderzocht en we hebben ook bedacht dat onderzoek... Er kwam uit dat we dat gewoon gingen doen. Dus we hebben een Super Dutch blok gelanceerd. Dat is wel een novum, dat is heel erg leuk. Dat is het eerste rustblok van de eerste Nederlands elftalwedstrijd in de pool. Dus op 13 juni tegen Spanje, de revanche tegen Spanje. Dus laten we hopen dat ze het gaan redden. Ja. Maar wat we daar hebben gedaan is dat we dat rustblok gereserveerd hebben voor adverteerders. Die dan voor het eerst een commercial laten zien. Een unieke nieuwe commercial. Nooit eerder vertoonde content. Een hoog oranje gehalte zal de blokken uiteraard ook kennen met spannende inhakers. Het heeft onze verwachtingen overtroffen, want het is gewoon uitverkocht. We zijn heel blij dat het zit al zo vol. Het zit vol en de adverteerders zijn ongelooflijk enthousiast. Dus het is wel heel mooi om te zien. En dan heb ik het weer even ook over die mooie kant van reclame. Dat het tot de verbeelding spreekt en dat die oranje koorts eraan bijdraagt. Ik hoop echt dat we een heel mooi... Heel mooi blok. En zo creëer je dus eigenlijk ook je eigen commerciële knaller, om het zo maar te zeggen. Precies, daar zijn we ook voor. Hè? We zijn ervoor om een podium te creëren en dat podium ook te verrijken met onderzoeksinsights. Dat doen we veel, daar investeren we ook veel in. Zodat onze adverteerders altijd mooie kansen hebben om hun product of dienst bij de juiste doelgroep over de bühne te brengen. En de mediumtypen die wij vertegenwoordigen, die zijn effectief, impactvol en ook nog kostenefficiënt. Dus wat wil je nog meer? Zo eindigen we een beetje met reclame. Ja, dat is dat zat erin, hè? Dat zat er dik in. Is er nog iets waar je specifiek even reclame voor zou willen maken? Nou, ik zou zeggen, jongens, allemaal kijken naar het WK. Kijken naar het WK. En zeker naar het Super Dutch Blok. Super Dutch Blok. Dankjewel voor het gluren in jouw timeline en de informatie over de Ster. Graag gedaan. Ja, nog even reclame maken voor onze gratis app, dames en heren. Voor Apple en iPhone. Overal verkrijgbaar. Zeker in de stores daarvoor. Download hem eventjes, de 7 Digits app. Of kijk gewoon gezellig via je eigen tablet van Apple of van Samsung. Of van Windows, whatever. 7digits.tv. Graag tot de volgende keer.